Een van de mogelijkheden voor een nieuwe oostelijke rondweg rondom Bedum is dat de weg komt vanaf de Domofabriek die daar ligt, om de huizen heen, door het weiland en dan die kant op. En ja, daar zijn de inwoners van de woonwijk Ter Laan het niet mee eens. Kijk, als je dicht bij Bedum blijft, dan ben je eigenlijk het probleem aan het verplaatsen van de stationsweg, waar nu al het vrachtverkeer doorgaat, naar de rand van Bedum en de woningen die daar nog uitgebreid worden. En als die verder uitgebreid worden, ligt ineens die weg straks weer dwars door Bedum. Bert Bijvank pleit namens een groep Bedummers al tijdenlang voor een oplossing van het vrachtverkeer. Hij is blij dat er nu iets in Bedum gedaan gaat worden, maar snapt de onrust. Als die weg dicht langs de wijk komt, dan kan ik me voorstellen dat de mensen in die wijk zeggen van ja, wacht even, het probleem lag op de stationsweg en wij krijgen hem nu straks binnen. Dus gaan ze daar een bord neerzetten, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. De actievoerders zien liever een rondweg aan de westelijke kant van Bedum. Volgens Bijvank worden ze onvoldoende betrokken bij de plannen. Wij hadden een afspraak met de provincie dat voor de Krokus het rapport zou worden opgeleverd en dat wij daar kennis van zouden nemen en over mee konden praten. Wij hebben ons ondertussen onthouden van verdergaande acties. We hebben niks gehoord, geen mededeling of geen uitleg. En wat vindt u daarvan? Zo ga ik normaal niet met andere mensen om. Als ik iets afspreek, dan kom ik mijn afspraken normaal gesproken na. Volgens de provincie Groningen staat het exacte tracé van de rondweg nog niet vast. Binnenkort vinden er gesprekken plaats met de dorpsbewoners.